Wat bij Feyenoord blijft hangen na een week trainingskamp in Albufeira is niet het 3-3 gelijke spel in het oefenduel tegen Charleroi. Ook niet de slechte omstandigheden van de velden na de vele regenval. En ook niet het trage herstel van Erik Bottegien en de knieblessure die Karim El Amadi in Portugal opliep. Nee, Feyenoord werd wereldnieuws door een incident op de donderdagtraining, waarbij Tony Vilena en Miguel Nelom elkaar in de haren vlogen. Giovanni van Bronckhorst probeerde de situatie direct te managen, maar links is slachtoffer Miguel Nelom zich van geen kwaad bewust. En Vilena, uiterst rechts, heeft tonnen wat moeite om zich te beheersen en moet door zijn medespelers tot bedaren worden gebracht. Ik maak het al jaren mee bij Feyenoord, dit soort incidenten. Alleen uiteindelijk moet je dat wel naar elkaar uitspreken en weer doorgaan. En als je dan van het veld loopt en het is over, dan is het voor mij geen enkel probleem. Zo is het ook gegaan, maar uiteindelijk wil je dat wel zien bij je spelers. Die strijd in passie die je erin brengt, maar uiteindelijk moet je ook met elkaar rekening houden. En als het dan een keer iets te veel is, dan moet je dat gewoon ook naar elkaar uitspreken. De algehele verwachting was eigenlijk dat Vilena het nieuws zou komen vanwege een transfer deze winter. Maar het ziet ernaar uit dat Vilena toch gewoon het seizoen afmaakt bij Feyenoord. Het kan van alles gebeuren, maar hoe het er nu uitziet, nee, gewoon voor Feyenoord. En ik wil dit seizoen ook gewoon goed afsluiten. En ik wil alles geven voor de club zolang ik hier nog ben. Nee, op transfergebied is het nog altijd erg stil bij Feyenoord. Of het moet zijn dat de tweede doelman Warner Haan in Portugal zijn contract tot 2019 verlengde. Een speler die voor verhuur in aanmerking komt is Anas Acebar. Dat is toch opmerkelijk. Vorig jaar nog de held in de thuiswedstrijd tegen PSV toen hij met 2 goals de latere kampioen vloerde. Feyenoord verlengde zijn contract, maar zijn situatie lijkt nu uitzichtloos. Acebar is nog geen minuut in actie gekomen dit seizoen. We hebben wel erover gesproken, over eventuele verhuur. Maar ik zit op dit moment goed en wat ik zeg, ik voel me gewoon goed. En wat er dadelijk gaat komen, dat zie ik dan wel. En waar ik op dit moment ga voetballen, ik voetbal hier zo bij Feyenoord, dus daar ben ik blij mee. Ik denk dat ik volgend seizoen ook genoeg heb laten zien daarin. Dat ik eerste seizoen zelf ook geen minuut had gemaakt en tweede seizoen zelf eigenlijk iedereen op handen en voeten heb gekregen. Van Bronckhorst nam 3 jonge talenten mee naar Portugal. Gustavo Hamer, Rick van der Meer en de 17-jarige keeper Justin Bijlo. Heel trots als vader zijn, als supporter zijn en dan nog je zoon erbij mogen hebben. Ja, hoe trots kan je wezen? Wat voor soort jongen is het? Gestoorde gek in de goal. Ja. Nee, het is een jongen die heel op zichzelf is ook. Dat je niet overal mee te koop loopt. Zoals een kopje erbij houdt. Ja, en het doel is het gewoon een gek beest. Die is niet bang, komt over altijd uit. Ik vind dat hij zijn eigen niet hoeft te bewijzen. Hij is 17 jaar. Hij moet gewoon zijn dingetje doen en leren van de trainers, Hero en van de grotere jongens. En met Kenneth Vermeer en met Haan, ja, daar gaat hij alleen maar stappen vooruit mee doen. En daar ben ik heel erg trots op. Broer Joel Bijlo hoopt in het seizoen 2008-2009 door te breken bij Feyenoord. Als spits was hij talentvol en had ook als droom in Feyenoord 1 te komen. Op een gegeven moment zat bij Jong Feyenoord. Een paar keer ook meegetraind in een periode met Gert-Jan Verbeek met de selectie. Alleen mijn knie wou niet. Blessure na blessure, kruisbanden 3 keer gescheurd. En op een gegeven moment houdt het op. Ja, had je dat niet gedaan, zat je toen in een selectie met Karim El Amadi die hier nog loopt, Makai van Bronckhorst? Ja, er zijn jongens zat die nu onder andere trainer zijn van mijn broertje, waarmee ik nog mee getraind heb. El Amadi was een speler ervan. Nou, ik heb met veel jeugdspelers gespeeld die nu ook hier rondlopen. Dus ja, het is, helaas, maar het is niet anders. Wat heb je gedaan?
lekker geslapen? Heb je lekker geslapen? Heb je gek geslapen? Het voornaamste wat ik probeer mee te geven is dat we overal van moeten genieten. Wat u nu meemaakt is uniek. Elk kind wil profvoetballer worden, er zijn heel weinig die het gaan bereiken. En wat hij nu al bereikt heeft, dat is al gewoon top. En daar moet je gewoon van genieten, want ik kan zomaar overwezen. Dat is bij mij bewezen. In Portugal probeerde Feyenoord de kater weg te spoelen van voor de winterstop. Want door de nederlaag bij NEC en het gelijke spel bij Groningen is de achterstand op koploper Ajax gegroeid tot 5 punten. Ik heb heel veel vertrouwen in de tweede helft van het seizoen. Dit team is in ontwikkeling en wordt beter en beter. Ja, wat dat betreft is de begin van de tweede helft van de competitie enorm belangrijk. Kijk, als je tegen je directe concurrenten zoals PSV en Ajax, die al in de eerste 4 wedstrijden krijgt, als je die wint, dan maak je een vliegende start. Ja, dat is de bewustheid die we moeten hebben, dat we elke week top moeten zijn, willen we iets bereiken. Maar ja, we begonnen aan het seizoen waarin we 2 prijzen konden winnen en we zijn in beide nog betrokken, mijn zin is.